in Geprigge. Opnieuw maar eens een Enschede marathon. Dit jaar was er een ander doel. Een Nederlands record, marathon dames 50 plus. Is dat gelukt? Ik geloof dat het net gelukt is. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja, nee, want ik kwam zelfs bij de tweede finish door en toen was het nog net een hoge 2:52. Dus dat moet gelukt zijn, ja. Wat was je eindtijd, Ingrid? Ik denk 2:52 hoog. 58 of zo. Wie was eigenlijk de vorige recordhoudster? Ik zag op de atletiek site dat het Ene Manna Kwak was. Dus in 1997 gelopen. Dus ik denk, nou ja, dat is toch een leuk doel om dat eens aan te scherpen. Proberen althans, hè. Je was hier al veelvoudig winnares, hè, van deze prachtige marathon. Ja, 3 keer heb ik hier mogen winnen, ja, ja. Want Ingrid komt uit de buurt. Twente overal. Wat is de Twente Marathon voor jou? Ja, het is wel een stukje een thuiswedstrijd natuurlijk. Hè. Dus mooi in de buurt en kan lekker thuis slapen en mijn eigen pannenkoek eten. En ja, ach, weet je, ik ben laat begonnen en dan heb je niet die ambities om overal maar naartoe te reizen. En ik heb dat wel gedaan hoor, in de jaren 2006, 2007 toen ik echt wel, voor mij... Amsterdam. Ja, Amsterdam, ja, daar heb ik gewoon fantastisch gelopen. Tenminste, op 42-jarige leeftijd, ja, liep ik toch nog 2:41.04. En dat achtervolg me altijd nog 2:40 had wat leuk, mooi gestaan. Maar goed, eigenlijk moet ik toch zeer tevreden zijn. Maar die ambities heb ik niet meer. Ik bedoel, je bent hoe dan ook 50. En laten we eerlijk zijn, dan moet je blij zijn dat je dit nog kan. Zo. Daar ben ik toch wel trots op eigenlijk. Mag je zijn. Het was vandaag weer echt marathon weer. Ik zei net, je kan hier barbecuen of zwemmen. Mijn god, het was echt één zwembad soms op straat. Dus ik kreeg het ook koud. En dan moet je dan toch wel besturen. Hè? Dus, ja, ik bedoel ook, het was echt weer voor de karakterlopers. En dat zijn eigenlijk alle marathonatleten, hè? Absoluut, ja, dat moet je wel hebben. Want anders hoef je niet aan een marathon te beginnen. En de marathon is ook niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Het moet wel een beetje een bijter zijn, ja. Ja. We vroegen het zo net Reina Visser ook al. Zegt ja, karakter is wel een heel belangrijk onderdeel van de marathonsport. We zien ze nog steeds finishen. Allemaal karaktermensen hier. Absoluut, zeker, zeker. Hoe je, als je nou 5 uur of 5,5 uur of je loopt 2:41. Weet je, iedereen wordt even moe en iedereen moet er evenveel voor doen en voor laten. En dan, dus... Voor iedereen eigenlijk ontzettend knap. Maakt niet zo heel veel uit hoe hard je dan loopt. Want ja, de een heeft toevallig meer talent dan de ander. Maar iedereen gaat ervoor. En ik heb hier ook clinic-lopers die hier starten vandaag. En daar ben ik eigenlijk nog wel net zo zenuwachtig voor. Van hoe komen die mensen over de finish? En je hebt ze daar naartoe getraind samen met Marty de Kade en een hele groep andere trainers natuurlijk. En een medisch team. En daar zijn we eigenlijk een afgelopen half jaar zo druk mee geweest. En dan vind ik het wel erg jammer dat het dan zo regent. En vooral voor die mensen. Daar moest ik onderweg ook nog wel aan denken. Ik denk, ja, wat jammer nou. Weet je, er waren heel veel mensen die voor het eerst een marathon gaan lopen. En, ja, maar goed. Maar ook allemaal dus karaktermensen. Waarom loop je nou de... Wat is de marathon als uitdaging voor jou? Waarom kies je voor de marathon? Ja, het blijft een bijzondere afstand. Hoe dan ook. Ik vind dat je geen enkele andere wedstrijd kan vergelijken met een marathon. De marathon is gewoon zoiets... apart eigenlijk. Ja, want je komt jezelf toch hoe dan ook ergens tegen. De 1 op de 35 kilometer punt. En ik heb het altijd op de helft. En gewoon van, oh god, dan moet ik nog zo'n stuk. Dus dat zit dan altijd wel bij me tussen de oren. En gelukkig loopt het altijd tot nu toe. Nou, ik heb er nu denk 14 gelopen. En allemaal nog ruim onder de 3 uur. En dan, dus ik heb zoiets van, eigenlijk moet ik stoppen. Want... straks, ik wil niet boven die 3 uur. Dat is met de eer te na, denk ik. Als je kijkt naar het parcours, is het een mooi parcours? Is de Enschede Marathon een aanrader? Ik vind zelf, ik zit ook nog, ik doe hier heel veel eigenlijk. Ik zit nog in de loperscommissie en ik weet niet hoeveel invloed ik heb. En met samen met andere mensen in die commissie hebben we wel over dat het stuk Granenbrug zijn we niet zo heel blij mee. Ik vond het nu ook, die drempels. Ik vind het gewoon jammer, een afbreuk van verder is het naar Lonneke prachtig. Ik dacht nog, ik was onderweg, ik zag een paar koeien in die wei en toen dacht ik nog, wat zou Abdi daar nou van vinden? Hè, dat vindt hij vast prachtig. En dat was zo'n mooi gezicht, hè, die koeien, ook in de regen. Maar goed, ze keken ons heel vriendelijk aan.
En gaf me echt wel weer pauw. Ik denk, nou, dit is Twente op zijn best. Maar ja, dat vind ik wel een heel mooi stuk. Maar die Glanenbrug ben ik niet echt heel blij mee. Ja, de mensen in Glanenbrug staan echt wel aan de kant en moedigen je aan, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat stukje, ja, de Schoolstraat heet dat, geloof ik. En dan moet je die drempels over, klinkers. Dat is niet goed voor het parcours. Ja, dus als het aan ons ligt, gaat dat eruit. Maar ja, je moet wel iets anders hebben. Hè. Dus je moet niet veel veranderen misschien. Goed zo. We moeten iets aan Glanenbrug moeten we doen. Maar verder, de traditie is hier natuurlijk geweldig. Ja, zeker weten. Ja, het is allemaal, de organisatie staat hier ook als huis, hoor. Dat is allemaal goed geregeld. Ook voor dit jaar ook die subtop is wat aangevuld. Je hebt niet zo'n groot gat meer. En ja, daar zijn we ook heel druk mee geweest om toch mensen te motiveren om hier naar Enschede te komen. We kunnen niet tegen Rotterdam aan, hoe je het ook bent of keert. Omdat je ook die halve hebt natuurlijk. Maar het kan veel beter nog. En we zijn goed op weg, denk ik. Dan gaan we afsluiten. We sluiten af met bloemen, met een beker, met een Nederlands record, met opnieuw gefinished in de Twente Marathon. We spraken met Ingrid Prigge. Hartelijk dank. Ja, jullie ook bedankt.